Kijkers, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag hebben wij de volgende onderwerpen voor u. Een training van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie over trauma en herkenning, overdracht apparatuur aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, een fragment uit de algemene politieke beschouwingen in de Nationale Assemblée, Dennis de Keizer praat over de omschakeling van personeelszaken naar HRM binnen de overheid en de Zwarte Novenbrugstraat wordt met ingang van zaterdag 19 januari voor 3 dagen afgesloten. Laten we starten met iets dat vrij actueel is en wat ons allen zorgen baart. Een fenomeen welke niet onderschat mag worden. Ik praat over het verspreiden van nepnieuws. We noemen het ook fake news. Waarnemend fractieleider Amsad Abdul heeft bij zijn betoog tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Nationale Assemblée zijn bezorgdheid over dit verschijnsel duidelijk kenbaar gemaakt. Wat me de afgelopen tijden ook enorm stoort, voorzitter, is het verspreiden van nepnieuws via social media en andere media. Clipjes, voorzitter, van gruwelijke misdaden worden verspreid als te zijn gebeurd in Suriname. Terwijl achteraf blijkt, voorzitter, dat het allemaal om nepnieuws gaat. Valse bekendmakingen van ministers, voorzitter, met kopiehandtekeningen van ministers. Valse nieuwsberichten via internet, voorzitter. Manipulatie van interviews, voorzitter. Deze ontwikkeling schaadt het imago van het land, voorzitter. En als u alles volgt, voorzitter, dan gaat u zien, voorzitter, dat het niets anders is dan een politieke scenario om de hele fase van ontwikkeling, voorzitter, in dit land te stremmen, voorzitter. Gaat u na wat men doet en op welk moment de nepnieuws naar buiten komen, voorzitter, en hoe het verspreid wordt, voorzitter. Voorzitter, ik vraag de regering om met concrete acties te komen, voorzitter, of concrete acties te ondernemen tegen deze afkeurenswaardige ontwikkeling, voorzitter. U kijkt nog steeds naar Focus. De overheid is al geruime tijd bezig werkzaamheden te verrichten aan de Zwarte Novenbrugstraat. Op gezette tijden wordt deze belangrijke verkeersader in fasen afgesloten. Voor het komend weekend zijn er wederom werkzaamheden in de planning. Hoofdinspecteur Stanley Changour heeft de volgende informatie met u te delen. U weet, in het kader van het project herriolering Zwarte Novenbrugstraat, we starten, althans de aannemer is reeds gestart, maar morgen, zaterdag, zondag en maandag gaan ze asfalteren. Ze gaan de toplaag aanbrengen en dat is het weggedeelte van de Zwarte Broerstraat, gelegen tussen de Keizer en de Dr. Sofie Redmondstraat. Wat er gaat gebeuren zaterdag en zondag is het van 8 uur tot 6 uur 's middags. We gaan op zaterdag het weggedeelte afsluiten dat gelegen is tussen de Keizerstraat en de Meester Brumastraat, de vroegere Weidestraat. Hè. En daar gaan de werkzaamheden worden uitgevoerd. Let u op, mijn mensen, wanneer u rijdt vanuit het zuiden, u komt uit de richting van het zuiden en u zou naar het noorden willen gaan, wordt u geadviseerd meteen de Redmondstraat rechtsaf te nemen als u komt uit het zuiden. Komt u uit het westen bij Kwakudar, dan gaat u rechtdoor over de Redmondstraat. Als u doorrijdt naar de richting van de Brumastraat, let wel uit de richting van het zuiden, laat me het zo, u komt uit de richting van Bureau Nieuwehaven, dan als u rechtdoor komt, gaat u op een gegeven moment linksaf moeten inslaan in de Brumastraat. U kunt dan niet verder rijden, want die heren die gaan daar bezig zijn. Op zondag wordt er dan die hele strekking wordt dan in één hint geasfalteerd. Maar we verplaatsen dan de omlegging vanaf de Brumastraat tot de Dr. Sofie Redmondstraat. En daar duren de werkzaamheden ook van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. Mocht het zijn dat de werkzaamheden niet zijn afgerond, dan komen we maandag weer, maar niet in de morgenuren. Maandag om 6 uur middag tot 1 uur in de ochtend
de dag daarop volgend. Om de medische dienstverlening naar de samenleving toe te verbeteren, heeft het Academisch Ziekenhuis Paramaribo een donatie ontvangen. Nu gaat het om multinational IM Gold, die een echo-apparaat geschonken heeft aan de ziekeninstelling. Iedereen weet dus dat het Academisch Ziekenhuis een bepaalde speciale rol inneemt in deze samenleving. We hebben ook een bijzondere rol te vervullen. En om daar invulling aan te kunnen geven, is het altijd belangrijk dat je dus up-to-date medical equipment hebt. En medische technologie staat niet stil, dus je moet op een gegeven moment constant innoveren. En je moet dus op een gegeven moment ook dat hebben in je organisatie om dus de nodige optimale zorg, collectieve zorg te kunnen bieden aan die samenleving. En dat hebben we dus gedaan. En dus vandaag is voor ons een bijzondere dag, omdat I Am Gold niet onbekend is voor het Academisch Ziekenhuis. Ze hebben al verschillende projecten, hebben ze een bijzondere bijdrage geleverd. Vandaag hebben ze dus weer een bijdrage geleverd van ruim $100,000. Dus dat zegt daar heel veel. En ik kan zeggen dus dat de samenleving die hier komt, de mensen die hier komen, die zullen het ook merken dat als ze dus op de afdeling radiologie komen, met name voor echografie, dat ze dus high-end medical equipment zullen zien. En op een gegeven moment ook de diagnose op een adequate wijze vastgesteld zal worden. De IM Gold heeft dus nu al een groot project lopen met AZ, dat is gegeven met upgrading en renovatie van onze Suriname Eye Center. Er zijn nog een aantal projecten op stapel, niet zozeer met IM Gold alleen, maar ook gegeven met andere partners die wij gegeven moment hebben geïnteresseerd en zullen interesseren de komende periode. Omdat wij zeggen van kijk, gezondheidszorg, je kan niet stilstaan, je moet verder. En we kunnen dat niet alleen aan de overheid overlaten om op een gegeven moment daar invulling aan te geven. Dus samen met de nodige partners die er zijn in Suriname, geloof me, er zijn genoeg bedrijven die bereid zijn en die beseffen dat ze geven moment moeten geven aan die samenleving. En zoals wij het zeggen, geven aan AZ is geven aan die samenleving, omdat Passa hier zo komt. Het is heel belangrijk voor ons dat we echografie weer optimaal kunnen uitvoeren, want dat konden we enkele maanden geleden niet, omdat drie apparaten van ons eigenlijk stuk waren. En sinds december kan dit dus weer optimaal plaatsvinden, echografie. Waarom is echografie zo belangrijk? Het is een simpel en relatief goedkoop onderzoek waarmee je heel veel kan diagnosticeren. Dus voor de samenleving is het een enorme, eigenlijk een grote stap en belangrijk, en we kunnen weer gewoon optimaal werken. Kijkers, wij vervolgen het programma Focus met de heer Dennis Keizer. Het overheidsbeleid zal overstappen van PZ, personeelszakenbeleid, naar Human Resource Management, HRM-beleid. Meneer Keizer, waarom is het belangrijk dat we de overstap doen van PZ naar HRM? Het is belangrijk omdat in 2015, bij het aantreden van deze regering, Bouterse Amirali, is er een roadmap, een routemap uitgezet om die transitie te maken naar een excellente overheid. Mm-hmm. Er is in dat verband is er een kwaliteitsmanagement systeem beschreven, het is al af. En een onderdeel van het kwaliteitsmanagement systeem is human resource management. Dus deze twee zaken zijn onlosmakelijk. HRM-beleid is een voorwaarde als je naar een excellente overheid wil gaan. Hoe belangrijk is HRM in ons systeem? Verschrikkelijk belangrijk, omdat wil je hebben dat onze overheid excellent presteert, mm-hmm, en dat de samenleving nog meer tevreden wordt over de prestaties van de overheid, heb je dus niet alleen maar leiderschap en strategische plannen en financiën nodig, maar de speel daarom gaat om mensen. Dus de mensen, de werkers van de overheid, die moeten door middel van dat nieuw HRM-beleed nog meer gereed worden gemaakt om beter te presteren voor die samenleving. Okay. Wat is het verschil tussen PZ en HRM? Nou, ik ga proberen om het heel simpel. PZ is eigenlijk het administratief beheer. Hè? Mm-hmm. Dus, wanneer kom je in dienst, hoe lang werk je, aantal ziekendagen, weet je, verlofdagen,
zwangerschap, bevorderingen, jubilarissen. Dat is, PZ is eigenlijk meer het administratief bijhouden van de gegevens van je personeel. In het meest positieve geval heb je bij personeelszaken nog dat ze ook personeelszorg. Dus als, ja, als het minder goed gaat met mensen, dat je één of twee mensen hebt, een afdeling die dus dan even wat aandacht besteedt aan mensen. Maar PZ, zoals wij dat al 30 jaren kennen, niet alleen bij de overheid, maar ook in de private sector, is eigenlijk meer gericht op eigenlijk het administratief beheren van de mensen en hun gegevens. En HRM? HRM is een totaal ander verhaaltje. Hè? HRM, Human Resources Management. Human Resources is je menselijk kapitaal. En HRM is eigenlijk, een filosofie. Is een manier van denken. Hoe je naar mensen kijkt. Mm-hmm. Toch? Wat is je mensbeeld? En Human Resource Management, als ik even terug mag gaan, is het eigenlijk begonnen in 1900, zo voorzichtig. Je had eerst de industriële revolutie, toen kwamen dus vanuit de eerste fabrieken op in Europa. En je had ook slaven en kinderarbeid hoor, bij de Europeanen zelf. Kinderen werkten van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds in kolenmijnen, om dus kolen aan te voeren, zodat de stoommachines, en het was verschrikkelijk. En er werd meer gelet op productie. En toen had je dan ook al dat de vakbeweging ontstond om die verschrikkelijke behandeling van kinderen en mensen die van het platteland kwamen, een beetje te beschermen. Dus eigenlijk is de vakbeweging is ook al heel lang bezig, maar het ging zo door en langzaam die 1900, zo weet je, begin 1900, kwam men tot het besef van we kunnen niet zo doorgaan. En je had de eerste voorzichtige pogingen om wat meer aandacht besteden aan de menszijde. En zo heeft langzaam dat concept van Human Resource Management zich ontwikkeld tot wat het nu is. Het is een hele geschiedenis hoor. Het is een wetenschap, het is een filosofie. Als je een bepaald mensbeeld hebt waarbij je alleen maar let op de productie van mensen, dan doe je geen HRM. Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie heeft samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Stichting Matuku de tweedaagse training Trauma en Herkenning georganiseerd. Deze vond plaats op donderdag 17 en vrijdag 18 januari in de conferentiezaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, waarbij opvoeders en hulpverleners kosteloos in de gelegenheid zijn gesteld om hun kennis te verrijken. Mevrouw Blanker, wat houdt de training nou precies in? Ik ben bezig om de mensen kennis te laten maken met traumabehandeling. Waarbij ik eerst uitgebreid uitleg wat trauma precies is en wat traumatisering inhoudt. En met name ook chronische traumatisering. Dus dan heb je het over kinderen die, en volwassenen natuurlijk, die in hun kindertijd in ernstige mate mishandeld zijn en of seksueel misbruik hebben meegemaakt. En hoe je dat het beste kunt behandelen. Daarvoor werk ik met EMDR-therapie. Ik ben een EMDR-therapeut. Dat is een specifieke therapie waarin je met een bepaalde techniek trauma's heel snel kunt behandelen. EMDR is een afkorting voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dus je beweegt met je vingers voor de ogen en de cliënt die moet zich focussen op het traumatische beeld. Een beetje simpel uitgelegd. En wat ik verder ga vertellen is hoe ik werk met chronisch getraumatiseerde cliënten, waarin ik en EMDR-therapie doe, maar ook in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de begeleiding van een woongroep, ouders of maatschappelijk werk, een hele goede afstemming heb in het werk, waarin ik hen ook heel erg nodig heb om de cliënten te ondersteunen in het dagelijks leven.
en hoe je daarmee omgaat, zodat ze stabieler kunnen worden en minder last hebben bijvoorbeeld van hun trauma's, herbelevingen en nachtmerries. Waarom is het heel belangrijk om traumatisering nou te ontdekken bij nou kinderen, volwassenen, ga zo maar door. Hoe belangrijk is dat? Dat is heel belangrijk omdat heel vaak trauma niet goed wordt onderkend. Dat is hier in Suriname vast het geval, maar dat is in de hele wereld nog zo. Dat mensen heel vaak problemen hebben, gedragsproblemen, psychiatrische problemen, depressies, psychoses, waaronder vaak trauma ligt. Dus het is heel belangrijk om goed te vragen aan mensen wat ze hebben meegemaakt in hun leven, om eventueel trauma te kunnen vaststellen. En het is niet zo dat mensen, als mensen echt erg trauma hebben, dat ze daar op den duur in hun leven wel overheen komen. Mensen kunnen 40 jaar later, na het trauma, traumatische ervaring, nog steeds last hebben van herbelevingen, nachtmerries en zich heel erg slecht voelen. Dus daarom is het zo belangrijk dat het goed behandeld wordt. Ik ben uitgenodigd geworden door mijn OD, de heer Wils, om te participeren tijdens deze training. En omdat het helemaal mijn ding is, heb ik dan toegestemd om hier te zijn. Trouwens, ik kan niet weigeren als mijn OD me iets vraagt, mits het in mijn werk is. En hoe ervaart u de training? Nou, heel positief, heel leerrijk. Vragen die ik niet wist, kan ik reacties stellen aan de trainer, aan degene die die training verzorgt. Dus ik vind het heel praktisch, vooral wat mijn beroep betreft als maatschappelijk werker. En hoe brengt u dat terug dus naar uw werk? Natuurlijk ben ik blij dat ik het mag leren en dat ik het direct mag toepassen in mijn werk. Maar ook niet alleen in mijn werk, in mijn alledaagse leven. Want ik ben gewoon bezig met het geval, eigenlijk dagelijks. Los van mijn werk heb ik ook daarbuiten mensen die me gewoon benaderen voor situaties waar ik ook meteen direct aan de slag kan gaan met wat ik hier geleerd heb. Dus ik ga direct toepassen. Voor de uitgebreide versie van de producties die u hedenavond heeft gezien in Focus, kunt u onze reguliere uitzendingen volgen. We zijn aan het einde gekomen van Focus. Dit programma wordt van maandag tot en met vrijdag uitgezonden om 9 uur 's avonds met de herhaling om middernacht, 3 uur, 8 uur en 11 uur via GovTV kanaal 8.3. Bedankt voor uw aandacht en een fijn weekend.